Wij willen heel graag weten of u het een beetje gevolgd heeft, de wateroverlast in Limburg. Zeker. Ernstig. Ja, helaas hebben we nu met dit soort zaken te maken. En dat heeft naar mijn gevoel, maar niet alleen naar mijn gevoel, dat is ook wel uitgesproken, toch het gevolg van de klimaatveranderingen. En dat zullen we met z'n allen wat aan moeten doen, dat is niet anders. Ja, dat heeft mijn man nog gezien op televisie. Ja? Ja, verschrikkelijk, hè? Oh, maar daar heb je hier geen last van. Nee, denkt u niet dat het hier komt? Nee. Nee, bent u niet bang voor? Hè? Bent nee, u niet bang helemaal voor? Niet. Nee. Ik woon hier al bijna 90 jaar, maar ik word in maart 90. Dus. Dus ik weet er alles van. U hebt tot nu toe nog steeds geluk gehad? Ja, natuurlijk. En wat doet het met je? Ja, vervelend om te zien. Er is al zoveel ellende in de wereld. En in Nederland, anderhalf jaar op slot zitten we al. Of bijna anderhalf jaar met corona. En nu komt deze ellende er ook nog eens achteraan. Nee, hier? Nee. Dat geloof ik niet, nee. Ook niet in Saarland, bij de IJssel? Nee, echt niet. Ja, misschien bij Deventer, maar niet waar ik vandaan kom, bij Raalte. Dus nee, dat zie ik daar niet gebeuren. Dus u bent wel, denkt wel de droge voeten te houden? Ja, zeker weten. Niet echt. Niet echt? Een beetje op de NOS-app, maar voor de rest... Wat denk je? Kan dat in Almelo ook gebeuren? Jawel, vast wel. Dus je hebt niet meegekregen dat er in Limburg heel veel wateroverlast is? Ja, ik heb het wel een beetje meegekregen, maar niet dat ik het echt gevolgd heb of zo. Ik krijg elke keer filmpjes doorgestuurd. Mijn broer en schoonzus wonen daar en het is echt ontzettend triest daar. Ja. Hebben ze veel hinder van de wateroverlast? De tuin staat wel vol water, maar hun liggen net iets hoger. Het huis bij hun is nog droog. Het huis is nog droog, ja. Maar in een buurt is het... Er zijn straten in Heerlen die echt volgelopen zijn, maar hun hebben geluk. Ja, ze wonen dus in Heerlen? Hun wonen in Heerlen, ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Voor die mensen is dat vreselijk. Hier in Almelo valt het wel mee, heb ik het idee. Maar ja, voor die mensen in Limburg is het heel erg. Ja, heb je nog bekenden of familie in Limburg? Nee, dat niet. Nee, maar nee. Ik ben er toevallig wel in dat gebied 3 weken geleden op vakantie geweest. Dus... U was net het wateroverlast voor? Ja, niet net, maar ik was er al voor. Ja. Ja. Nee, ik heb gehoord dat het gisteren dat het in Limburg inderdaad hoog water was. Een vriendin van mij gaat naar Gelderland op vakantie. Dus haar zoon die klaagde al dat ze misschien toch op de camping allerlei aanpassingen moesten doen. Ja, want die wateroverlast, denkt u dat die ook naar Twente zou kunnen komen? Dat kan wel. Maar ik weet niet of dat in diezelfde mate zal zijn. Bijvoorbeeld het water wat vanuit Duitsland via de Dinkel Twente binnenkomt. Ja, daar is natuurlijk wel vaker lichte overstroming van geweest. In 1948 stonden de straten in Almelo in onder water. Ja, dat was hier op Wielerstraat. Ja, dat klopt. Dus u hebt dat al wel een klein beetje. Ik heb alles aan meegemaakt. De oorlog, het water. Alles, ja. Alles wat hier speelt in Almelo heb ik aan meegemaakt. Dan, wat denken wij eraan te kunnen doen? Ja, we liggen hier ook wat hoger, toch? Dus dat zal het al minder snel hier zijn. Oh nee, Limburg en Maan. Ik heb geen idee. Je hebt geen idee. En nee. Je hebt nog nooit gehoord dat Almelo eigenlijk in een kom ligt? Ja? Ja, dat is echt zo. Het is allemaal kanalen en beken en dat soort zooi liggen wij in. Oh, nou dan moeten ze wel maatregelen nemen, vind ik. Wat denk je dat je zelf zou kunnen doen? Ik heb geen idee. Ik denk niet dat dat aan ons zelf is. Ik denk dat ze dat echt bij de gemeente moeten regelen. Ik hoop het niet. Want wij zitten niet bij de rivier. Ik hoorde in Limburg, daar zitten ze bij de Maas en bij de Rijn. En gisteren was het op TVO's nieuws. In Dalfsen en in Deventer heb je ook rivieren. En daar kan het eventueel ook komen. Dus er is alweer dichterbij je zo. De meeste maatregelen genomen, mede door de aanleg van de doorbraak, zou eigenlijk moeten betekenen dat Almelo droge voeten houdt. Alhoewel op de fiets... Je alsnog wel nat wordt. Nee, daar ben ik niet bang voor. En bovendien, Almelo is Almelo Waterstad. Maar mocht het toch naar Almelo komen? Want Almelo ligt wel een beetje in een kom, hè? En op een andere manier water naar Almelo komen. Hoe denk je dan daar aan bij te kunnen dragen dat het niet zo erg wordt? Almelo is het laagste punt van Twente, weet ik toevallig. Dus al het water stroomt naar Almelo toe. En daar hebben we al allerlei maatregelen voor getroffen. Ja, volgens mij ligt Almelo redelijk laag. En dit is natuurlijk een product van klimaatverandering en die is reëel. Dat zie je nu overal, dat wordt erger. Dus het zou ook in Almelo kunnen. Hebt u nog een idee wat we er als Almeloers aan kunnen doen? Ja, als de donder iets gaan doen aan die klimaatverandering en milieubewuster gaan leven.
En wat dan zoal? Heb u misschien een voorbeeld? Nou ja, er zijn heel veel voorbeelden. Variërend van duurzame energie tot minder vliegen, nou, noem maar op. Dat zijn allemaal dingen die dit veroorzaken. Ik denk weinig. Ja. En wat denk je met waterafvoer of zo? Dat je daar nog wat extra's aan zou kunnen doen? Of voor de toekomst? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Weet misschien ik niet. Je tuin een beetje tegelvrij maken? Iets in die geest? Want daar zijn er nog wel heel veel voordelen uitgehaald kunnen worden. Wij hebben een hele grote tuin. Niet alleen maar tegels, maar echt grasplanten. Ja. Want ik hoorde zo even dat de A1 of A2 daar, A2 afgesloten. Dat die ook afgesloten is. Dat klopt, ja. Voor mij blijft het nog voorlopig zo, want het is wel zeer ernstig daar zo. Dus ik geloof niet dat die hier omgaat. Wat ik persoonlijk al heb gedaan, is alle stenen uit de tuin. Dus ik heb geen plassen in de tuin. Dus alles zat mooi de grond in. En dat is echt waar, dat is heel leuk. Ik heb zo min mogelijk stenen in mijn grote achtertuin. Dat is al in ieder geval een hele mooie bijdrage. Dat is zeker een mooie bijdrage. En ik hoop dat je die paraplu vandaag niet meer zo lang nodig hebt. Ik ben er bang voor. Wat denk je bijvoorbeeld van het inrichten van je tuin? Zandzakken. Zandzakken? Ja, we moeten de boel barricaderen. De afwateringen in de tuinen. En niet alleen maar tegels, hè? Ja, we hebben ook afwatering. Oh, dus jullie zijn al een beetje voorbereid? Ja, zoals wel. Ik denk dat het wel goed komt. Dat is ook niet nieuw, dat weten we al jaren. Ja. Ja, maar ja, nu nog de uitvoer, hè? Ja, nou ja, dat kun je natuurlijk niet alleen als particulier. Ik denk de overheid er ook wel wat aan kan doen. En ja, als dat niet gebeurt, ja, dan vrees ik dat dit vaker gaat gebeuren, ook in Almelo. Maar als er met zoveel bakken regen naar beneden komt, ja, dan komt er ook wat meer water in de winkel. Ja, laarzen kopen. Dat is een hele goeie.